Goedendag. Op woensdag 19 maart gaan we weer naar de stembus. We kunnen dan onze stem weer uitbrengen op één van de politieke partijen. En dat geldt natuurlijk ook voor Naarden. Daar doen 5 politieke partijen mee aan de verkiezingen. Maar wat willen ze nu eigenlijk? In dit debat gaan we laten zien wat ze wel en niet willen. Een van de onderwerpen die speelt in deze regio is de gemeentelijke herindeling, de fusie. De kogel lijkt door de kerk, Bussum gaat met Naarden en Muiden samen. Er is een stuurgroep gevormd die aan de slag gaat om daar ook vorm en inhoud aan te geven. Maar zijn alle partijen daar nu ook zonder meer mee eens? Dan ga ik eerst naar meneer Vroom. Hoe kijkt u aan tegen de fusie Bussum naar de Muiden? Wij zijn enorm blij dat nu na zoveel jaren discussiëren de kogel door de kerk is. En wat ons betreft gaat die fusie ook zo snel mogelijk plaatsvinden. En dat is dan 1 januari 2016? Dat is wat ons betreft 1 januari 2016 met de gemeente Bussum en Muiden. Ja, sommigen zeggen, daar zou je bijvoorbeeld Huizen nog bij moeten betrekken. Of de Belgemeentes, Blaricum, Laren, Eemnes. Daar bent u het niet mee eens? We zijn er op zich geen tegenstander van. Alleen wat we gemerkt hebben is dat dat bij die gemeente lastig ligt. En we hebben ook als gemeenteraad in de aanloop naar het besluit wat er nu is met deze gemeente gesproken. En daar liggen toch nog flink wat blokkades. Wat voor ons enorm belangrijk is, is dat we die datum van 1 januari 2016 halen. En alles wat daar nog een obstakel voor biedt, daar zijn we nu geen voorstander van. Mevrouw van Meerten, deelt u die opvatting van de heer Vroom? Ik deel zeker de opvatting van de heer Vroom dat de datum van 1 januari 2016 ontzettend belangrijk is, ook voor de VVD. Deze regio, als je kijkt, we hebben echt een fusie nodig. Er zijn veel meer taken die naar ons toe komen vanuit, de landelijke overheid. En dat kunnen we gewoon niet alleen. En wat dat betreft is ook die datum van 1 januari 2016, die is haalbaar. Daar gaan wij voor als VVD. En wat het op de langere termijn, hebben we echt wel een grotere fusie nodig. Maar dat komt daarna. Eerste focus hierop. Eerste focus op de eerste 3. Meneer Voskuil, de Partij van de Arbeid zou het liefst doorstoten naar 1 Gooistad. Ook stadium daartussen. Want als er iets is waar we het over eens zijn in Naarden, dan is het dat die fusie echt heel hard nodig is. Als er ook iets waar we over eens zijn, bijna allemaal, dan is het dat eigenlijk naar de Bussum Muiden samen al te klein is. Wat ons betreft is in dit opzicht echt groter is beter. En als Gooistad in 1 keer haalbaar zou zijn, prima. Ik ben het wel mee eens dat we tempo vast moeten houden. We zijn iets minder strak in die datum van 1 januari 2016. Want als er een 4e of een 5e aan zou haken, nu meteen. En dat zou betekenen dat we misschien een jaar langer over zouden doen. Maar wel een veel robuustere fusie krijgen en een grotere gemeente waarmee meer kan. Ja, dan vinden wij dat jaar geen verlies van tijd, maar juist winst. Omdat je uiteindelijk nog een heel ander fusietraject erachteraan moet gaan doen. Ja. Wat gaat u nog initiatieven kost. Nemen naar andere gemeentes, behalve Bussum en Muiden? Ja, wij zijn in nauw overleg onder andere met Hilversum, want die hebben zichzelf nadrukkelijk gekandideerd om aan te sluiten bij onze fusie. En we juichen dat ook toe. Huis is op ons gezicht ook van harte welkom. Dat geldt ook voor de Bel, want uiteindelijk moet je richting de Gooistad, wil je echt een slagkrachtige gemeente krijgen. Ja. In de categorie laaghangend fruit zeg ik, pak dan nu degene erbij die ook echt wil. In dit geval Hilversum. Dat levert samen echt een hele grote, stevige gemeente van 140.000 inwoners. Dan tel je mee. Dan kan je wat doen voor je inwoners. Dan kan je zelf je beleid maken. Dan kan je gecontroleerd worden door 1 raad. Wat nu het grote probleem is. Mevrouw de Vries Kempers. Ja, u wilde ook, ja. Ja, bent u daar blij mee? Nee, ik ben helemaal niet blij met wat de heer Voskuil zegt. Voor GroenLinks is het op dit moment heel erg belangrijk, heel cruciaal, dat de relatie met Bussum in stand blijft. Wij spreken ook graag over een hereniging van Naarden en Bussum. Dat Muiden daarbij is aangesloten, dat is prachtig. Die fusie van Naarden, Muiden, Bussum. En Naarden, Muiden, ja. Ja, is een fusie die hard nodig is gezien de problematiek die op ons afkomt. En voor GroenLinks is het heel erg belangrijk dat dat ook gebeurt per januari 2016. Andere buurgemeenten die willen aansluiten,
Daar zullen die drie partijen met elkaar ook het over eens moeten zijn. En dat traject verder moeten uitwerken. Maar dat elkaar vasthouden van Naarden en Bussum, dat is in onze ogen de afgelopen jaren een bottleneck geweest. En ik kan u zeggen dat ik vanuit de plek die ik in het bestuur heb gehad ook heel blij ben dat ik in de gelegenheid ben geweest om een bijdrage te leveren aan het weer opstarten van de dialoog met Bussum. Overigens dankzij het initiatief van twee inwoners uit zowel Naarden als Bussum. Dus nogmaals bedankt, Kiki en Alma. Goed. Het CDA, mevrouw Sandersen. Dank u wel. Ja, we hebben het al eerder gehoord. Een grote gooigemeente is natuurlijk het beste wat ons kan overkomen. En daar willen we ook naartoe groeien. En de provincie heeft ook dat tijdspad zo uitgestippeld. Hè? Een soort drietrapsraket. Voor het CDA is het heel belangrijk dat we vasthouden aan snelheid. Die datum van 1 januari 2016 is wat ons betreft dan ook heel belangrijk. Maar daar zeggen we bij, als er in de komende tijd duidelijk wordt door de onderzoek wordt op dit moment door de verkenners gedaan, blijkt dat er een quick win is om bijvoorbeeld huizen daarbij aan te laten haken, dan zeggen wij, dan zouden we ook die datum wat ons betreft iets kunnen oprekken. Want een fusie betekent veel voor een gemeentelijke organisatie. En als je eenmaal gefuseerd bent, nou, dan duurt het wel even voordat je weer toe bent aan een andere fusie. Dus wij zeggen, als je binnen afzienbare tijd een partij erbij kunt krijgen, waardoor die gemeente nog robuuster wordt om die taken die allemaal op ons afkomen te kunnen vervullen, dan zeggen wij hartstikke goed doen. Mevrouw Van Meerten, u keek er wat kritisch bij. Klopt. Want val ik mevrouw de Vries bij. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat je nu ook kijkt naar de partners die op dit moment willen. En we weten dat Muiden heel graag wil, moet. En ook Bussum. Op het moment dat je nu zegt van, nou, we gaan kijken van, of een andere partij bij kan, hetzij Huizen, hetzij Hilversum, dan zet je dat op het spel. Want we weten ook heel goed dat vanuit Bussum ook met name, men zegt van, nou, deze fusie is voorlopig echt voldoende. En dat is ook waarom de VVD zegt, hier gaan we op dit moment voor. Laten we hier eerst aan gaan bouwen. Eerst de goede fusie in het gooi neerzetten. En dan kijken we verder. Ja, zou mevrouw Sanders een vraag mogen stellen over Huizen? Want u noemt Huizen. Ik ken het CDA als een partij met realiteitszin. En het verbaast me dat u Huizen noemt. Omdat Huizen zeker de afgelopen tijd heel nadrukkelijk heeft aangegeven helemaal niet in te zijn voor een fusie. Dus ik vind het een beetje onrealistisch dat u die optie noemt van de quick win. Want die zit er helemaal niet in. Ik had ook Bel kunnen noemen. Wij horen verschillende geluiden uit Huizen, dus het is heel goed dat u dat noemt. Er komen ook weer verkiezingen aan. En daarom is het ook zo belangrijk dat we dat onderzoek van die verkenners kunnen afwachten. Want als die met een soort ei van Columbus komen, dan zeggen wij, pel hem snel af en eet hem op. Want dat zou fantastisch zijn als we binnen afzienbare tijd. En dan is een jaar wat ons betreft 1 januari 2017 een prima start om dan een grote gemeente te hebben. Maar dat laat onverlet dat wij ook ontzettend blij zijn met de drie die er nu zijn, omdat wij natuurlijk na zoveel jaren al ontzettend blij zijn dat we nu deze stap kunnen maken. Ja. Dat is wel een punt, want we weten dat als er nu nog gemeenten gaan instappen bij de fusie tussen Muidenaarden en Bussum, dat het sowieso minimaal een jaar vertraagt. En dat is gewoon omdat de procedure dan langer wordt. Dus dat is een vrij technisch gegeven. En daar zijn wij geen voorstander van. Daarbij zou mij verbazen als een aantal partijen in huis ineens na de verkiezingen als een blad aan de boom omslaan. Laat u verrassen. Ik wil daar wel op reageren. Want ik zit in de makkelijke positie dat de Partij van de Arbeid in Huizen juist de uitgesproken voorstander is van de aanhaak van de fusie. Dus wat dat betreft heb ik het misschien makkelijk in dit gezelschap. Ja. Die heeft daar geen meerderheid. Die heeft daar geen meerderheid. Het is inderdaad VVD die het boel dwars houdt, maar dat zijn we ook wel gewend. Het is wel een beetje kortzichtig geredeneerd. Wat meneer Vroom ook zegt nu, in zijn eigen verkiezingsprogramma staat al dat die drie samen te klein is. Dan zeg je van, ja, doe dan toch maar die drie samen, want anders duurt het een jaar langer.
Ja, als je de drie samen doet, dan duurt het 3 tot 5 jaar voordat diffusie uitkristalliseert. Dus je aan de volgende toe bent, voordat je eindelijk kan opschalen naar een mate die je nodig hebt. Maar even reageren op de opmerking om verkeerd uit mijn verkiezingsprogramma te citeren. In ons verkiezingsprogramma staat dat wij een voorstander zijn nu van een fusie tussen Muidenaarde en Bussum. Ja, maar er staat ook in dat u die te klein vindt. En op de lange termijn zijn wij ook een voorstander van een grote gemeente. Dat is wat er staat. Maar ook dus dat u deze te klein vindt. Even, meneer Vastgaan, mevrouw de Vries, Kemper zei net, huizen, dat is geen reële optie. Even los van de fractie van de PvdA daar dan. Bent u het met haar eens? Of zegt u, krijgt ze nog Ik denk mee? Dat op dit moment huizen heel lastig is. Als huizen na de verkiezingen, en er zijn geruchten dat dat het geval is, opeens om zou gaan en zich alsnog zou willen aansluiten, van harte welkom. Goed. Maar waar het mij om gaat, is dat we nu een heel gewillige partner hebben in Hilversum. Ja. Het CDA en de VVD hebben in ieder geval 1 overeenkomst. Want jullie zeggen, we willen graag fuseren, er moet ook snelheid in zitten. Maar beide partijen hebben zich in de afgelopen weken uitgelaten over Muiden. Als dat een forse lastenverzwaring meebrengt voor de inwoners in Naarden, dan gaat die hele fusie, althans met Muiden, niet door. Of staat op zijn minst onder druk, mevrouw Van Meerten? Nou, wij hebben niet zo sterk gezegd dat die niet doorgaat, maar waar wij voor gaan vechten, en dat mogen duidelijk zijn, is dat de lasten van Muiden niet afgewenteld mogen worden op de nieuwe gemeente. En wat belangrijk is, is dat we daarmee vooral ook de provincie en Den Haag, dat we daartegen zeggen van de OZB, even voor de duidelijkheid, de gemeente Muiden wordt een artikel 12 gemeente. En in dat ene jaar gaat hun OZB gigantisch omhoog. Die moet gemaximaliseerd worden. Ook een technisch verhaal. Als op dat moment blijkt dat die OZB zo hoog blijft en dat dat ook betekent dat de kosten of de lasten van onze inwoners in de nieuwe gemeente na fusie navenant hoger worden, dan zeggen wij van dat is niet de bedoeling. Dat kan niet de afspraak zijn. Het is altijd afgesproken, de nieuwe gemeente gaat schuldenvrij de fusie in. Maar stel dat het nou toch gebeurt. Nou ja, ik denk dat het niet eens een kwestie van stel is. Als je gaat kijken naar de brief die vandaag uit de provincie naar Muiden is gegaan, daar staat gewoon in dat die OZB-berekening voor 10 jaar gaat gelden en dat het gevolgen gaat hebben voor de fusiegemeente. Als ik dit zo hoor, betekent dus dat nu Muiden uit de fusie gegooid moet worden. Ik zou dat zeer ongelukkig vinden. Nee, dan begrijpt u mij volkomen verkeerd. Okay. Wat ik gewoon zeg is dat je de druk op moet voeren en moet zeggen, vandaar zijn we het gewoon niet mee eens, Den Haag en provincie. Okay. En op het moment dat u beslist in de Tweede Kamer... Mevrouw Van Meerten, als je de druk opvoert, dan doe je dat natuurlijk om je doel te bereiken. Absoluut. Ongetwijfeld zult u heel veel netwerken en invloedssferen hebben en uiteindelijk lukt het u niet. De lasten gaan omhoog. Wat betekent dat nou gewoon concreet voor dit fusieproces? Ja, dat is een wat als vraag, dus dat is gewoon heel erg lastig om te beantwoorden. Goed. Mag ik een positief geluid laten horen? Want ik weet dat er heel hard gewerkt wordt om die fusie van de 3 door te kunnen laten gaan, ook in Muiden. En dat alle financiële zorgen die terecht geuit worden, afgedekt gaan worden. Ik heb het volste vertrouwen, mijn partij heeft het volste vertrouwen dat de zaken die nu in gang zijn gezet ook zullen leiden tot een positief resultaat. En ik vind ook in dit debat dat we moeten uitkijken voor navelstaarderij op die fusie. Het gaat ook om de zaken die in het dagelijks leven van mensen in Bussum, Naarden en Muiden van belang blijven. En we hebben al jaren over die fusie gepraat, dus laten we vooral ook kijken hoe we met z'n drieën, en gelukkig zijn we daar samen al mee bezig, hoe we met z'n drieën kunnen werken aan duurzaamheid, kunnen werken aan blijven werken aan goede voorzieningen, goed onderwijs enzovoort. Goed, en met die woorden wil ik dan dit stukje over de fusie afronden. Dan ga ik naar het volgende onderwerp. Het is al een beetje in de orde gekomen, de lastenverhoging. Er komen steeds meer taken van het Rijk af op de gemeentes. Taken op het vlak van de arbeidsmarkt, de ouderenzorg en de jeugdzorg. Tegelijkertijd wordt er ook scherp bezuinigd vanuit het gemeentefonds op de budgetten voor de gemeentes. Een fusie, als die dus doorgaat, maar goed, we zullen niet meer de wat-als-vraag stellen, dus die gaat dan door. Zo'n fusie kost natuurlijk ook geld. Er ligt hier in Naarden een begroting waarbij stevig is gestuurd om een eventueel tekort af te wenden en er is zelfs een overschot gecreëerd. We gaan het dus hebben over de financiën. Ik begin met u, mevrouw Van Meerten van de VVD. In uw verkiezingsprogramma schrijft u dat u geen, en let op mijn woorden, geen forse verhoging van de woonlasten wil. En dan gaat het maar even om het woord forse verhoging. Dus niet geen verhoging, maar geen forse verhoging. Dat betekent dus een verhoging.
Nou, wat er ieder jaar in ieder geval plaatsvindt, is altijd een indexering van de kosten. Dus er gaan altijd. De inflatie. Ja, de inflatie. Dus dat, wat dat betreft is er altijd een verhoging. En geen forse verhoging betekent dus dat op het moment dat wij moeten gaan bezuinigen, en dat moeten we. Hè, we moeten 1 miljoen bezuinigen, dat is behoorlijk wat. We hebben al de afgelopen jaren behoorlijk bezuinigd, 2,5 miljoen bij elkaar. Je moet je echt gaan kijken van wat zijn essentieel de zaken, waar kunnen we dat gaan halen? Op het moment dat je dat niet doet, ja, dan zou je, dan gaan die lasten van die inwoners gaan enorm omhoog. Dus dat willen we dus niet. Wat wij gaan doen dus de komende jaren, en daarom is die fusie ook zo'n mooie kans. Want al onze fusiepartners zitten met hetzelfde probleem. Ook daar liggen inderdaad, wat u ook al zei, taakstellingen. Dus daar ga je kijken van waar kun je wel op een goede manier, op een goede duurzame manier bezuinigen. Hebben we 3 zwembaden nodig in een nieuwe gemeente? Kunnen we iets doen aan het groenonderhoud? Zouden we kunnen kijken of inwoners in de wijken zelf actief kunnen worden op dat gebied? Daar zitten we aan te denken. Goed. Mevrouw Wil-Kempers, GroenLinks schrijft in haar verkiezingsprogramma dat u ook geen verhoging wilt van de woonlasten, even los van de inflatie, de indexering. Maar dan schrijft u erbij, mits de kwaliteit van de voorzieningen wordt gewaarborgd. Ja. Ja, wij vinden het heel erg belangrijk om het voorzieningenniveau in Naarden in stand te houden. En dat kost geld. Als we het hebben over de woonlasten, dan wil ik eigenlijk in de eerste plaats zeggen dat die woonlasten die we met elkaar opbrengen, die leveren in Naarden ook heel veel op. We betalen met elkaar voor een prachtige woonomgeving. Ik noem het zelf graag een schatkamer. En dat geld, dat is het ook waard om te geven. Dat is misschien een rare omkering van de discussie over de woonlasten. Hè, want we hebben het vaak over wat kost het ons. Maar wat levert het ons op, is minstens zo belangrijk. Ja, ga ik u toch even onderbreken. Want als ik naar GroenLinks stemmen, dan wil ik graag weten of ik nou in 2015 meer moet gaan betalen voor mijn woonlasten of niet. Even los van die inflatie. Nou, kijk, in de meerjarenbegroting zoals we hem nu hebben, zien we dat die woonlasten met 2% stijgen. Om een beeld even te schetsen, als je een huis hebt in Naarden van 360.000 euro, dan betaal je 850 euro afgerond aan woonlasten. En die 2% stijging, die betekent per maand de prijs van 1 bruin brood dat je bij de warme bakker koopt. Dat is de verhoging waar we het over hebben. Ja, ik kan het u voorrekenen hoeveel het is. Want euro het, is per jaar. Het is 25 euro op jaarbasis. Maar nou zegt u toch. Dat is de inflatie. Ja, maar nou onze zegt stelling u toch is dat als de kwaliteit van de voorzieningen gewaarborgd blijft, hè, dan, als ik heel even mag, dan hoeven die verhoging niet. Maar het lijkt wel voor de hand te liggen dat die kwaliteit van die voorzieningen daalt. Hè? Als de jeugdzorg bijvoorbeeld gedecentraliseerd wordt naar die gemeentes met een forse bezuiniging, dan heb je nooit meer dezelfde kwaliteit. Nee, daarom is mijn stelling ook, of onze stelling, dat er geen verdere verhoging van de woonlasten nodig is als we de basiskwaliteit van de voorzieningen in stand kunnen houden. En als dat niet zo is, Dan zullen we daar toch goed naar moeten kijken. En tegelijkertijd ook moeten kijken waar we kunnen bezuinigen. Want het gaat wel om de balans in de inkomsten en de uitgaven. Want GroenLinks staat nadrukkelijk voor een solide financieel beleid. En dat betekent dat je niet meer uitgeeft dan erin komt. Ja, ja. Mevrouw Sanders, het CDA zegt hetzelfde. Geen OZB omhoog, dus woonlasten niet, behalve met de inflatie. Dus dat is zonder alle mitsen en maren van de andere twee een harde uitspraak. Ja, en we zijn eigenlijk ook heel erg blij dat we dat inderdaad zo kunnen doen. Dat we om kunnen gaan met die waardedaling van de huizen. He, we hebben gezien dat de afgelopen jaar de OZB weer iets omhoog is gegaan. Omdat we het jaar daarvoor maar een kleine stijging hebben gehad. En we moesten een soort inhaalslagje maken. Omdat de WOZ iets lager was ingeschaald.
En we zijn ontzettend blij dat we dat op deze manier in Naarden kunnen doen. Want er zijn ook gemeenten die de waarde van de huizen enorm oplust om die kasma weer omhoog te krijgen. Nou, dan heb je enorm veel procedures, de no cure, no pay advocaten die varen er wel bij. Maar intussen maakt de afdeling bezwaarschriften overuren. En we zijn ontzettend blij dat dat in Naarden niet hoeft. Okay. Dat we in die zin een goede basis hebben. Het onderzoek van de Vereniging Eigen Huis heeft dat ook weer laten zien. Dus wij zijn daar eigenlijk heel erg tevreden over. Goed. Meneer Voskuil, in uw programma lees ik dat u, als u aan de macht zou komen in Naarden... Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Hoop doet leven, meneer Bogart. ik heb er geen oordeel over. U zegt nou, wij willen als PvdA de bezuiniging op het onderwijs terugdraaien. Ja. En even voor de zaal en de kijkers thuis. Die bezuinigingen uit het verleden waren onder andere minder onderhoud... minder ondersteuning voor kwetsbare leerlingen, het schoolzwemmen. En u zegt, dat gaan we allemaal terugdraaien. Ja. U zegt verder niet bij wie dat dan gaat betalen. Dus nee. Ga ik het u vragen. Ja. En wie gaat het betalen? Nou, dat is een hele goede vraag. Maar laat ik even beginnen met een correctie op wat er net werd gezegd. Want er wordt gezegd 2% verhoging. Nee, we hebben het afgelopen jaar de woonlasten 2% verhoogd. Bovenop de inflatiecorrectie. Dus het is eigenlijk 3,75%. Nee. En ja, en dat is niet alleen ter compensatie van de waardedaling van de huizen. Maar dat is ook, nou ja, goed, dan gaan we na de uitzending gaan we de begroting nog even doorlezen. Ja, maar dan komt u erachter. Verstandig. Ja, maar toch wil ik even weten hoe de Partij van de Arbeid. Kijk, wat wij hebben gezegd, ook bij de laatste begrotingsbehandeling. Er zijn een aantal zaken waarvan we zeggen die zijn zo belangrijk. Bijvoorbeeld het schoolzwemmen, wat eigenlijk de natte gymles is voor de kinderen. Dat de maatschappelijke meerwaarde daarvan een extra investering rechtvaardigt. Ja, dat begrijp ik allemaal. Maar wat ik nog even niet begrijp is, wie betaalt dat nou? Hij is nu wegbezuinigd. Die gaat terugkomen. Daar zul je andere dingen voor moeten laten. Kunt u een voorbeeld noemen? Nou ja, wat je ervoor zou kunnen laten bijvoorbeeld... is alle franje die deze coalitie de afgelopen 3 jaar erin heeft gepompt. Opknappen van een kerkplein, noem ik maar even. Heel leuk, heel aardig. Maar niet iets wat we nodig hebben. En zeker niet iets wat we kunnen betalen. Maar dat kerkplein ligt er al. Het Ruisdaalplein weer weghalen. Het Ruisdaalplein is nog niet uitgevoerd. Die zou je weer terug kunnen roepen. Dat scheelt een heleboel geld. Ja. Daar kan je 2 keer het schoolzwemmen van terugbrengen. Oké. Okay. Meneer Vroom, u zat net te schudden op de opmerking van meneer Voskuil. Ik heb uw verkiezingsprogramma ook goed doorgelezen, van links naar rechts, van boven naar onder. In uw programma heb ik helemaal geen financiële paragraaf gevonden. Nee, maar het eigenlijk zijn die zaken voor ons zo vanzelfsprekend dat als je... Ik wil daar best wel dingen over zeggen. We hebben het afgelopen jaren in de coalitie gezeten. En in het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat de OZB niet hoger mag stijgen dan het inflatiepercentage. En daar hebben we ons aan gehouden en daar zijn we heel erg trots op. En wij zullen daar ook de volgende periode weer werk van maken. Maar waarom heeft u dat niet gewoon opgeschreven in het programma? Ach... U ging ervan uit dat iedereen dat wel wist. Wij gaan 1,5 jaar gaan we een nieuwe gemeente inrichten. Dit soort dingen zijn zo vanzelfsprekend. En onze focus ligt op een aantal andere zaken die heel erg belangrijk zijn. Want als je het idee hebt dat je de komende periode alles maar kan realiseren en wil realiseren, dan heb je geen realistisch beeld. Nee, en als ik op belangrijke onderwerpen, als u mij zou vragen, wat vindt u daar nou van? En ik zou zeggen, ja, ik heb geen antwoord, het is zo vanzelfsprekend. Dan was u uit uw vel gesprongen. Dan dus heeft u niet goed geluisterd. Het punt van de bezuinigingen en het geld. Gegeven. Nee, maar dat geld, dat is toch een heel substantieel iets in onze gemeente. Dus ja, ik ben wel blij met de vraag, want binnen GroenLinks leeft ook wel de vraag waar u dan de bezuinigingen zou zien. Wij hebben in de eerste plaats hebben gezegd met alle decentralisaties, en dat staat wel in het verkiezingsprogramma, die gaan budgetair neutraal gebeuren. Dat betekent dus dat als wij budget overkrijgen vanuit die decentralisaties, dan zal het daarbinnen moeten worden gevonden. Ik heb net van andere partijen gehoord, en ook van u, dat u dan bereid bent om daar, als u daar tekort in komt, om dan toch ergens anders geld vandaan te halen. Dat heeft lastenverhoging. Niet van mij, nee, maar wel van mijn hiernaast en daarnaast. Ja, en, absoluut. En dat wil ik graag bevestigen. En dat doen wij dus niet. Nou, dat betekent, u vraagt iets aan mij, wil ik het graag afmaken. Zeker.
Dat betekent dus dat het daar binnen zal moeten worden gevonden. En de wethouder die daar verantwoordelijk is, die zal dus het uiterste best moeten doen om juist, wat ook de bedoeling is, door al die regelingen slim te combineren, om daar in ieder geval zoveel efficiëntie uit te halen dat die pijn die het Rijk ons oplegt, geminimaliseerd wordt. Ja. Meneer Voskuil. Nou ja, ik wil graag bevestigen dat wij inderdaad bereid zijn om daar extra geld bij te stoppen. Om de simpele reden dat voor ons niet het geld leidend is, maar de wens waar het om gaat. We hebben het hier over de jeugdzorg, we hebben het hier over de AWBZ, we hebben het hier over de WMO. Nou, daar zal ik u een klein voorbeeld van geven. We hebben de afgelopen 3 jaar hebben we 3 keer het voorstel ingediend om een reserve sociaal naarden in te stellen. Die heeft u 3 keer lachend weggewuifd, want het was niet nodig, tot de laatste begroting. Want toen vond opeens uw eigen wethouder financiën het wel nodig om die in te stellen. Iets kleiner, we hadden hem graag wat robuuster gehad. Maar juist om deze frictiekosten van de decentralisaties op te kunnen vangen. Zonder dat de mensen waar het om gaat eronder lijden. Maar dat we dat gewoon als gemeente van tevoren incalculeren. Zeggen, dit is de buffer, hier gaan we opteren. Het buffertje is er nu, het is een klein buffertje. We hadden hem graag ongeveer 1 miljoen groter gezien. U vond het belangrijk om dat in een groenvoorziening te houden. Mag, kan, zou niet onze keuze zijn. U weet net zo goed als ik dat bij de reserve, daar staat helemaal geen geld tegenover. Dus dat is gewoon window dressing. Als wij reserves moeten leeghalen, moeten we daar onmiddellijk voor lenen. Waar ik en dat is waarom u de afgelopen 2 jaar 2 miljoen uit de algemene reserve heeft gehaald om een schuitende begroting te maken. Waar ik ongelooflijk trots op ben, is dat dit jaar de schuldpositie van Naarden van 24 miljoen naar 21,9 miljoen gaat. En dat de schuldpositie van Naarden structureel daalt. Ja. Dat is dankzij deze coalitie. Is ook hard nodig. Dus alles hoeveel wat heeft u daarvoor zegt, ook weer uit de algemene reserve moeten trekken? Wat leencapaciteit is? Ketelmuziek, meneer Voskuil. Zou ik een voorstel mogen doen? Want, probeert u het eens, mevrouw de Vries. Ja, als we het hebben over dat sociale domein, hè, want dat is een heel belangrijk domein, dan hebben we het ook over 45% van onze begroting. En mijn vraag eigenlijk is, wat zou u ervan vinden als we in de komende periode nog veel meer aandacht aan preventie zouden besteden? Want als we even kijken naar het sociale domein, het verstrekken van voorzieningen, als dat adequaat gebeurt, dan besparen we daar ook geld mee. Ik impliceer daarmee dat nu het verhelderen van vragen van cliënten niet echt heel effectief gebeurt. Dat kan veel beter, waardoor je veel sneller de juiste voorzieningen krijgt. Het is maar een voorbeeld. Een voorbeeld van het, daarmee zegt het u, kijken daarmee naar kun je de preventie. Kwaliteit waarborgen, ja, maar het kan, ja, minder kosten. Ja, want op zo'n bedrag van 45 miljoen, bij of 45% van onze begroting, is die preventie heel erg essentieel, denk ik. Dus mijn vraag is, wat vindt u van dat idee om die preventie de lucht in te steken en daar nog veel meer aandacht aan te geven? Begin ik even met mevrouw Sandersen. Ja, preventie is natuurlijk altijd beter dan voorkomen is altijd beter dan genezen. Maar als we het hebben over de WMO, een taak die al heel lang bij de gemeente ligt en die we ook in gewestelijke verbanden uitvoeren, dan vraag ik me af of je daar heel erg veel met preventie op zal winnen. Want de voorzieningen die daar aangevraagd worden, die zijn gewoon keihard nodig. En de vraag is of je op dat gebied met preventie heel veel teweeg kan brengen. Het gaat er niet om dat je het hebt minder over voorzieningen geeft, maar dat je in het traject door een juiste vraagverheldering aan het begin eerder de juiste voorzieningen hebt. Dat geldt ook voor specialistische zorg. Dat geldt ook voor schuldhulpverlening. Ja, maar dat is iets anders dan preventie. Nee, maar ja, daar. Ik bedoel preventie niet, niet in. Ik bedoel preventie in de zin van dat op die terreinen, als we inderdaad voorkomen, want ik ben het met u eens, voorkomen is beter dan genezen, dat we daar gewoon veel effectiever mee omgaan. En dat we daar ook bezuinigingen kunnen halen. Maar wat u daarmee eigenlijk bedoelt is, en dat zien we ook zeker met de WMO, is dat je, waar de besparing ligt, is om te kijken van waar ligt nou daadwerkelijk de vraag. Precies. Van de cliënt. Ja. En niet dat je daar naartoe gaat en dit is ons aanbod van. He, wat vroeger gebeurde, kwam de lijst uit Den Haag en er stond op, u kunt kiezen een relator, een scootmobiel, noem maar op. En dan werd het gewoon aangekruist. Nu komt er letterlijk iemand bij aan de keukentafel zitten en die zegt, god, wat heeft u nu echt nodig, mevrouw, meneer? Waar gaat u naartoe? Waar liggen de mogelijkheden? En daar kun je als gemeente enorme slagen maken. Ja. En maar preventie, ik ben blij dat u dat en preventie ja, zit en dat echt is op het gebied van de jeugdzorg. En dat is, meneer Vroom, tot slot. Ja, dat is precies waar ons
onze wethouder Adriani de afgelopen tijd aan heeft gewerkt. Eén plan, één regisseur. Ja. En dat is ook iets waar we denk ik allemaal het over eens zijn dat dat heel goed is. En ik heb nog wel een ander voorbeeld van preventie. We hebben de afgelopen jaren, ondanks de bezuinigingen van het Rijk op het gebied van reïntegratie, hebben wij in Naarden ervoor gekozen om aan wethouder Adriani te vragen dat reïntegratiebudget hoog te houden, waardoor we voorkomen hebben dat mensen in de bijstand komen. Nou, ik vind dat een mooi voorbeeld. Ja, precies. Van preventie. Het gaat dan wel over werk en inkomen. Maar bij de zorg moet je ook zo durven kijken naar keuzes maken in de begroting. Goed. Meneer Vroom, maar wat het vervelende is wat er nu gebeurt, is dat we hebben nu een focus op preventie. En ik denk dat niemand tegen preventie is. Maar waar het om gaat is de vraag wat je doet als preventie niet genoeg meer is. En dat is het moment dat de grote budgetten en de tekorten om de hoek komen kijken. Want die decentralisaties die op ons afkomen in de WMO, in de participatie, in de jeugdzorg, die komen met aanzienlijk veel minder budget en bestaande cliënten. Daar moeten we iets mee. Meneer Vroom zegt, nou, als geld op is, dan is het op. Wij zeggen, nee, je moet uitgaan van de zorg voor die mensen, die zo goed mogelijk doen. De kanteling die u beschrijft is fantastisch. Ik ben ontzettend trots op de Bussumse Partij van de Arbeid, wethouder Boekhoff, die daar in de regio een ongelooflijke trekker in is geweest. En ik denk dat dat echt iemand is die we allemaal dankbaar moeten zijn daarvoor. Ik wil een groot compliment voor maken, ook al is het een Bussumer. Dat is wel uiteindelijk waar de vraag ligt. Goed. Wat doen we op het moment dat preventie niet meer voldoet, maar de zorg moet gaan leveren? Meneer Vroom, ik ga u even onderbreken, want ik wil het hier even bij laten. Want ik wil even een zijstapje maken naar de reddingsbrigade in Naarden. Die een paar vragen heeft ingediend. Ik kan ze niet allemaal aan u voorleggen, maar één wil ik er wel aan u voorleggen. Heeft natuurlijk ook met die financiën te maken. Is ze zeggen, ja, de subsidies wordt ingetrokken en daarmee kunnen we die reddingsboten niet meer varend houden. U heeft de wethouder van Financiën geleefd in de afgelopen jaren. Of na D66. Dus, de VVD, ik vergis me. Ja, mevrouw Vermeerde, excuus. Ja. Wilt u daar even op reageren? Nou, de heer Vroom kan er ook. Ja, de heer Vroom zou er ook op kunnen reageren, want de reddingsbrigade valt onder wethouder Adriani. Nou, dat had ik toch nog niet zo verkeerd. Maar goed, ik wil er ook op reageren. De reden is waarom wij ook op een gegeven moment hebben laten onderzoeken. Is deze reddingsbrigade essentieel van belang voor Naarden en het redden? Daar is een onderzoek naar gedaan. Er ligt in Huizen, is KNRM is daar actief. Zij maken onderdeel uit van de veiligheidsregio. En in feite zijn zij verantwoordelijk voor het redden van de mensen in het hele, in het hele gebied. Dus toen hebben we gezegd van, nou, dan houden we deze subsidie nog 2 jaar in de lucht. Bouwen hem af en vertrouwen daarna op de KNRM in Huizen. En dat is ook het standpunt van D66. Ja, bezuinigen doet pijn. Ja. Bezuinigen doet heel erg pijn. Goed. Reddingsbrigade, dan hebben we het over reddingsboten en water. En als we het over water hebben, dan hebben we het ook over een binnendoorvaartverbinding. Vreselijk woord, de binnendoorvaartverbinding. En dat is een rechtstreekse vaarverbinding naar het Gooimeer. En dat zou gecombineerd moeten worden met een wat kleinschalige haven voor de pleziervaart op de kop van het industrieterrein. De VVD is voor. Mevrouw van Meerten, waarom? Nou, we zijn heel voorstander van dit project. Ik wou zeggen, we zijn heel erg blij. We zijn er ook heel erg blij mee. Het is een typisch een project dat echt een maat te groot is voor alleen Naarden. Dus het is ook een regionaal project. Ik denk dat dat ook belangrijk is om te zeggen. We hebben het hier namelijk echt over een bedrag van 34 miljoen. Dat zouden we natuurlijk nooit kunnen realiseren. Maar we krijgen er ontzettend veel voor terug. Op het gebied voor fietsroutes, voor de recreatie. Boten die aan kunnen leggen. Die veel eerder onze mooie vesting kunnen gaan bezoeken. Dat levert natuurlijk ook voor de ondernemers weer geld op. En het maakt onze stad aantrekkelijker door die prachtige haven die er komt te liggen. Dus ja, wij zijn daar heel erg blij mee. Maar het CDA is kritisch, mevrouw Sandersen. Ja, wij zijn positief kritisch over deze ontwikkeling. Ik zie het ook helemaal voor me. Een prachtige passantenhaven, een vaarverbinding, een mooie brede vaart. En gisteren heeft de heer Nier al een prachtige VVV-praatje gehouden. De VVD was bijna veranderd in de VVV. Ik zag het helemaal voor me. Het zag er allemaal ontzettend mooi uit.
En juist omdat het gaat over zulke grote bedragen, zijn wij positief, maar we houden wel goed de vinger aan de pols. En waarom? Omdat er bepaalde risico's ook zijn. Wij kunnen op dit moment bijvoorbeeld moeilijk beoordelen of zo'n passantenhaven ook daadwerkelijk heel veel economische profijt oplevert voor de zittende ondernemers. Gaan inderdaad al die mensen die hun bootje daar in de haven hebben liggen, hun boodschappen doen bij de Albert Heijn in de vesting? Of gaan zij allemaal een hapje eten? Of hebben zij allemaal van tevoren hun eten al ingeslagen en picknicken zij op het voordek? Dat zijn toch dingen waar je rekening mee moet houden. Nog een punt waar je ook rekening mee moet houden is het onderhoud van de extra bruggen die dan over de vaart zouden worden gebouwd. Onderhoud van bruggen in Naarden komt voor rekening van de gemeente. Dus wij zijn daar toch wel even, moeten daar goed naar kijken. Want als er opeens een enorm draaibare brug in komt waar heel veel onderhoudskosten zijn, dan is dat toch wel even een puntje waar je rekening mee moet houden. Maar bent u nou maar desalniettemin positief kritisch betekent dat u zegt, nou, wij steunen de VVD. Ja. Nou ja, wij steunen niet, bij de uitvoering. We steunen niet per definitie de VVD. Nee, op dit punt. Maar op dit punt. Maar dat u alleen zegt, in de uitvoering kijken we nog eens even naar bepaalde plannen. Nou ja, er zijn ook bepaalde afspraken. Er is een convenant gesloten, ook met de roeivereniging en de watersportvereniging, over bepaalde tijdslots. Nou, zonder daar heel technisch in te willen worden, bepaalde tijden kunnen roeiers het water op en bepaalde tijden kunnen watersporters het water op, gemotoriseerde watersporters. Nou, ik kan me zo voorstellen dat als ik 's ochtends wakker word en denk, oh, die vaart spiegeltje glad, ik pak een skifje uit de loods, ik ga dat water op. Dat ik dan even niet denk aan dat tijdslot voor die motorvaarders. Ja. Nou, en dat zijn toch zijn dingen in de uitwerking, ja, waarvan we denken van, nou, die moeten we goed in de gaten houden. Ja. Zou ik nog een ander aspect Nee, want ik wil nog even meneer Voskel horen. Ja. Dit zou nou misschien iets kunnen zijn waarvan u zegt, stop ermee, spaar het geld uit, om dat schoolzwemmen weer mogelijk te maken. Als het ons cash zou kosten, in de huidige vorm, dan zou dat ook zeker gebeuren. Want op zich, een vaarverbinding, ja, er zitten hele positieve kanten aan. Aantrek van de economie, nieuwe initiatieven, dus werkgelegenheid. En werkgelegenheid is iets waar wij natuurlijk altijd voor zijn. De charme van dit en waarom we er niet meteen tegen zijn, is omdat het een project leek te zijn, ik leg mijn nadruk leek, wat enigszins met gesloten beurzen gedaan kon worden. Okay. Waarbij we niet alleen een project realiseren, maar vooral ook die hele kostbare schootsvelden die rond Naarden liggen, die onderdeel uitmaken van de vesting, eigenlijk borgen. Een ingewikkelde landruil waar het op neerkomt. Die schootsvelden gaan naar het Goois Natuurreservaat en worden behouden voor de toekomst. Geen bouwplannen daar. En vervolgens wordt de opbrengst of de waarde daarvan ingebracht in projecten waaruit we betalen wat Naarden moet doen. Dus wij leveren de grond. Geld gaat er naartoe, wij hoeven niks te betalen. Alleen, nu blijkt dus in die exploitatie inderdaad een financieel risico te zitten. En daarom zijn we ook gisteravond nog in dezezelfde zaal bij de raadsvergadering daarop ingegaan. En hebben we ook gezegd van ja, er moeten nog go-no-go momenten komen. Als blijkt dat die kosten bijvoorbeeld voor de exploitatie van de bruggen, die mevrouw Sanders al noemt, inderdaad de spuigaten uit gaat lopen. En dan kan het zijn dat het moment komt om te zeggen, dit is voor Naarden gewoon te duur. Ja. We hebben het helder. Liever schoolzwemmen. Ja. Zou ik toch nog mogen opmerken dat juist dat punt van die schootsvelden voor GroenLinks een heel belangrijk punt is. Kijk, Naarden is een knooppunt van recreatieve fiets, wandel- en vaarroutes. En deze vaarroute brengt veel recreatief voordeel voor de regio. Maar eigenlijk kun je zeggen dat door een verhoudingsgewijs kleine landschappelijke aanpassing, en dan doel ik op het verbreden op een aantal punten van de trekvaart tussen de vesting en het Thijssenpark, er groot landschappelijk voordeel wordt behaald, namelijk het vrijhouden van de schootsvelden, het duurzaam vrijhouden van de schootsvelden rondom Naarden en het daar een agrarische functie aan blijven geven. Maar voor GroenLinks was dat een heel belangrijk. Ik snap het even niet meer. Want kunt u mij dan even kort uitleggen wat nou de link is met die binnendoorvaartverbinding? Nou, dat is wat de heer Voskuil, daarom sluit ik er ook op aan, aangaf. Dat de binnendoorvaartverbinding op een bepaalde manier gefinancierd wordt met geld van de provincie, veel extern geld. Maar ja. Naarden levert haar bijdrage door de schootsvelden in beheer te geven aan het Goois Natuurreservaat. En daarmee, daar is een
een geldbedrag aangekoppeld. Die schootsvelden zijn in deze constructie geldelijk meer waard geworden. En daarmee hebben we binnengehaald dat die schootsvelden duurzaam vrij kunnen blijven. Dat was voor GroenLinks bij het opstellen van het coalitieprogramma een heel belangrijk punt. En we zijn er blij mee dat we dat ook in deze periode hebben kunnen realiseren. Goed, dan laat ik het hier even bij dit punt. Want ik wil naar de vesting. Vandaag kwam in het nieuws dat een definitief besluit over het onderhoud van de vesting nog wel even op zich laat wachten. Bij de vesting gaat het eigenlijk over twee elementen. De toekomst ervan. Het onderhoud wordt nu door het Rijk gedaan, maar dat wordt afgestoten. En we hebben het over het parkeren straks in de vesting. Maar ik wil het eerst even hebben over de toekomst van de vesting. Meneer Vroom. Het Rijk wil dat afstoten en samen met nog 30 andere monumenten onderbrengen in één stichting. Nou is vesting wel het grootste monument van die 30. Het kost ook het meeste geld van die 30. U zegt dat moet eigenlijk op een hele andere manier georganiseerd worden. Hoe? Nou, in de eerste plaats hebben wij gezegd dat wij er de voorkeur aan hebben dat het bij het Rijk blijft. En dat is ook nog steeds een inspanning die we plegen. Hoewel het Rijk natuurlijk nog steeds bezig is om te kijken of het toch op een andere manier georganiseerd kan worden. Mocht het nou onverhoopt gebeuren dat het Rijk het toch het afstoot, hoewel we echt vinden dat het nationaal erfgoed is, dan moeten we gaan kijken naar gebeurt dat met voldoende middelen en kunnen wij als gemeente Naarden, als grootste belanghebbende bij de vestingwerken, voldoende invloed uitoefenen op hoe dat beheer dan plaatsvindt. En die middelen zijn daarin heel erg belangrijk. Onze zorg is dat als het bij de Nationale Monumentenorganisatie komt in een heel groot pakket van allerlei andere monumenten, of er dan voldoende prioriteit en of die vesting, die ook heel erg groot is in zo'n pakket, dan nog wel de aandacht krijgt die wij heel graag zouden willen hebben. Er zijn mogelijkheden om het dan toch in een aparte stichting onder te brengen die zich al dan niet aansluit bij zo'n Nationale Monumentenorganisatie. Okay. Het zou onze voorkeur hebben om, als het Rijk het afstoot, om te zeggen breng het dan in een aparte stichting om met een eigen budget waar we ook over nog kunnen onderhandelen met het Rijk. En dat is een zwaar traject. En laat de gemeente daarin voldoende invloed hebben dat die vestingwerken voor een lange tijd mooi hier in deze omgeving blijven liggen. Goed, meneer Vroom, dank u. Meneer Voskuil, eigenlijk hoef ik u niet te vragen wat u ervan vindt. Heeft u er een mening over? Absoluut, ik heb over zo'n beetje alles een mening. En ja. In deze geval kan ik meneer Vroom geruststellen. Geval, we denken er net zo over. Waarom heeft u dat niet opgeschreven in uw verkiezingsprogramma? Ik heb heel veel dingen niet uitgeschreven in het kiezingsprogramma. We hebben een verkiezingsprogramma dit keer niet gemaakt zoals vorig jaar van 37 pagina's met heel veel mooie woorden en plannen. Die toch niet gerealiseerd worden, hoor ik u dan eigenlijk zeggen. Dat zou een optie zijn. Wij blijven hopen op voldoende zetels om daar in ieder geval meer van te realiseren. Ja. Oké, maar die keuze heeft u gemaakt. Die keuze hebben we gemaakt. Maar u deelt we de opvatting zes van D66. Wacht even, daar gaan we het niet over hebben. Maar u deelt dus de opvatting van meneer Vroom. Ja, in dit goed. Punt zijn we het geheel eens. Mevrouw Van Meerten, bij u vond ik alleen de opmerking, we laten het nog open. Nee, die heeft u niet gevonden, lijkt mij. Volgens mij zeggen wij heel duidelijk, wij vinden de vestingwerken van nationaal belang. En onze eerste gedachte gaat uit, of onze eerste optie is dat het dus ook eigendom blijft van het Rijk. Ik kan me volledig aansluiten bij de woorden van de heer Vroom in deze. Dus, maar alle opties maar, liggen... Meneer Vroom is wat genuanceerder, want die zegt het zou eigenlijk misschien een aparte stichting moeten. Ja, nou, maar het gaat met onze eerste inzet is van hou het bij het Rijk. Alle opties liggen inderdaad nog open. Dus dat klopt. Als het richting een stichting gaat, waar het met name bij ons om gaat, is dat wij een toekomstbestendige oplossing willen. En dat betekent dus dat er gewoon genoeg financiën moeten zijn om om die vestingwerken te onderhouden. Want het kost ons nogal wat. Ik bedoel, het is 1,5 miljoen per jaar als je het hebt over het groenbeheer. En ook de restauratie erbij. Ja. Dus dat is een behoorlijke opdracht. Goed. Maar als het in een aparte stichting komt, dan willen wij daar in ieder geval als gemeentebestuur invloed op uitoefenen. Dat is heel erg belangrijk. Maar we willen niet het eigendom. Helder. Mevrouw De Vries. Had het op een verkiezing.
verkiezingsposters staan. Hè? Ja. De slogan nationaal erfgoed is nationaal belang. En dat was ook heel erg mooi, want dat was ook de slogan die wij vorig jaar als hele raad hebben gebruikt om tijdens de uitvoering van de Matthäus Passion de diverse bewindspersonen die naar de uitvoering van de Matthäus hier bij ons in de kerk komen, er toch fijntjes op te attenderen dat wij onze reuze zorgen maakten. En nou, ik mag toch wel even zeggen dat ik er heel erg trots op ben dat wij dat met z'n allen op die manier gedaan hebben. Want de posters die overal voor de ramen hingen en de enorme spandoeken boven de ingangen van de vestingen hebben zijn vruchten afgeworpen. Dus dat was heel erg mooi. Ik ga mevrouw de Vries-Kempers het laatste woord geven. Mevrouw de Vries-Kempers zou ik graag even het laatste woord geven over deze vestingwerken. Want u waakte heel erg voor dat het niet naar de Muiden-Bussum gaat, de nieuwe fusiegemeente. Nou, ik wil dat zo vertalen dat, GroenLinks vindt dat het onderhoud en beheer niet door de gemeenten moet gebeuren. He, dus niet door de gemeentenaren, ook niet door de toekomstige gemeenten. Ik meen in het antwoord van de heer Vroom een nuancering te ontdekken ten opzichte van wat hij eerder zei. Want D66 heeft naar mijn weten toch expliciet gezegd dat zij dat onderhoud en beheer wel naar de gemeente zouden willen trekken. En daar verschillen we nadrukkelijk van standpunt. Want wij denken als GroenLinks dat dat veel te risicovol is. De vestingwerken zijn van nationaal, van internationaal belang. Daar gaat heel veel in om. De waarde behouden is ook heel erg essentieel. Dat kunnen we gewoon niet aan. Dus dat risico willen we niet nemen. Nee, bovendien willen we heel graag tegengaan dat er het commercieel gemaakt wordt. De vesting is en mag geen reclamezuil worden. Goed, helder. Ik ga naar het andere element in de vesting, dat is het parkeerbeleid. Dan ga ik meteen naar het CDA. Ja. Mevrouw Sandersen, u wilt de vesting het liefst autoluw maken, alleen voor de bewoners. Ja. Nou, het is een heel actueel punt. We hebben daar gisteren ook over gesproken in de gemeenteraad. En ik zat daar vannacht nog eens over na te denken, want het was een late raad en ik reed naar huis in de auto. Het was lastig om gisteravond een parkeerplekje te vinden. Maar zoals de wethouder ook in haar presentatie gisteren heeft gepresenteerd, zijn dat piekmomenten. En ik dacht daar gisteravond nog eens over na. En ik dacht, over welk probleem hebben we het nou eigenlijk gehad? We hebben in de afgelopen raad, in de afgelopen periode diverse keren over het parkeerbeleid en over verkeer gesproken. En eigenlijk zat ik me gisteren af te vragen, ik dacht, welk probleem hebben we nou eigenlijk de hele tijd behandeld? We hebben heel veel stukken langs gehad, onderzoeken weer gedaan. Er is voor meer dan 2 ton aan onderzoeken gedaan en werk verzet. En uiteindelijk blijft alles bij het oude. En de oplossingen die er nu zijn, de problemen die er zijn, zijn niet van die aard dat we daar een oplossing voor hoeven te bieden. Dus nou, in die zin hebben we daar niet heel erg veel mee opgeschoten. Goed. U wilt het toch autoluw maken. Dat betekent dat u denkt dat dat vanzelf gebeurt. Want het probleem dat speelt is een probleem van toenemend aantal auto's in de gemeente Naarden. Het is geen uitzondering dat gezinnen 3 auto's hebben. Terwijl de openbare ruimte hetzelfde blijft. Er komen dus meer automobielen die een plek moeten vinden in die openbare ruimte. En wilt u mij nu uitleggen hoe u met die groei van auto's, de groei van mobiliteit en de wens van mensen om het liefst op de stoep van de winkel of op de drempel van de kerk die auto te parkeren, die straten, die woonstraten autoluw maakt? Maar, nou, volgens mij heeft u gisteren daar een fantastisch antwoord op gegeven. Ja, u heeft uw eigen gereedschapskist gisteren gevuld. Ja. Dus ik ben ervan overtuigd dat u uw eigen gereedschapskist goed kent om dat doel na te streven. Oké, nou dan neem ik dat compliment graag aan. Ik beluister dit met stijgende verbazing dat een partij als GroenLinks, die voor fietsen is, 3 à 4 auto's per gezin wil faciliteren. We hebben nu zoveel onderzoek gedaan. We hebben karikatuur, meneer Vroom. Dat heeft u net van mij ook gedaan. Oké, is dat de strijd? Nee hoor. We hebben nu
bijna zo'n 10 jaar doen we onderzoek naar parkeren. En we hebben nu de afgelopen periode inderdaad 2 ton uitgegeven. Dat bedrag is boven water gekomen nadat wij dat bedrag hebben opgevraagd. Dat bedrag had u ook kunnen lezen in de tussenrapportages. Nou, die door het laten we nog even. Mag ik misschien laten even. We gaan hier niet de raadscommissievergadering over. Nee, maar ik wil graag. De kiezer moet kunnen kiezen. Als ik D66 stem, waar kies ik dan voor als het gaat om deze problematiek van het parkeren in Naarden? Volgens mij hebben wij genoeg onderzoek gedaan naar nieuw parkeerbeleid. Maar kunt u even in 2 zinnen zeggen, als ik uw stem, wat krijg ik dan? Wat kan ik van u verwachten? Dan houden wij de blauwe zones zoals ze er nu zijn. In de fusiegemeente zullen we op de grensgebieden verschillen moeten oplossen. Maar elke wijk en elke buurt, ook in de nieuwe gemeente, verdient zijn eigen oplossing. En dat betekent dus dat het hier met blauwe zones zal zijn. En dat misschien het in Bussum een andere oplossing goed is. Maar wij zijn heel tevreden met de situatie zoals die nu is. En laten we er alsjeblieft geen geld meer aan uit. Goed. Ik heb bij mevrouw Van Meerten en de heer Voskuil het programma op dit punt ook proberen te doorgronden. Ook een van die punten die u mij niet heeft teruggevonden in het programma. Nee, ik heb het niet gevonden. Maar bij mij wel. Begin ik even met meneer Voskuil. Ja. Even kort. Over het parkeren. Ja? Ja, ik zit eigenlijk nog even te kouwen op die opmerking van net. Want de vraag van De Vries was van, ik moet ook even de tijd in de gaten houden. Als ik de Partij van de Arbeid stem, waar stem ik nu voor als het gaat om parkeren? Als het om parkeren gaat? Ja. Wij hebben al de afgelopen 8 jaar geroepen dat wij een autoluwe vesting zouden willen. Dat willen we bereiken door compartimentering. Op dit moment is het probleem van parkeren vrij minimaal. Door de week gaat het goed. Op zaterdag een beetje lastig, bij evenementen heel erg lastig. Maar verder is het probleem niet van die aard dat we het nu zouden moeten ingrijpen met vergunningen of parkeermeters. Helder. Aan de andere kant, het is wel handig om het te hebben voor het geval het wordt. Dus een toekomstvisie erin had ik wel gewaardeerd. Alleen als je nu kijkt naar wat er aan beleidsplan is vastgesteld, dan is het eigenlijk business. Maar de toekomstvisie heeft u ook zelf niet opgenomen in uw verkiezingsprogramma. Dus nee, maar ik heb heel veel meer opgenomen in het verkiezingsprogramma. U zegt dat het er wel in stond. Het staat er zeker in bij ons en ook heel duidelijk. Ik kan dat ook in 2 zinnen zeggen. Bij ons wordt er alleen maar betaald geparkeerd als er echt sprake is van een probleem. En als er voldoende draagvlak is onder de bevolking. Ja, zoiets heb ik ook gelezen. Maar is er een probleem in naar de vesting? We hebben geconstateerd dat er wat problemen zijn, inderdaad met name in de avonduren. Maar het is niet dusdanig en er zeker dus ook geen sprake van draagvlak om betaald parkeren of vergunningshoudersparkeren in te voeren. Dus eigenlijk het huidige beleid voortzetten. Ja. Helder. Absoluut. Ik ga naar in ieder geval bijval. Ja. Een lastig dossier, dat is het Storkterrein. Met een kleine meerderheid zijn de nieuwe plannen voor het Storkterrein in Naarden aangenomen. En daarmee is een tumultueuze periode afgesloten die zelfs een raadslid van GroenLinks, Wim Verest, de kop heeft gekost. Althans, hij is om principiële redenen afgetreden. De discussie ligt hem op dit dossier vooral tussen de Partij van de Arbeid en D66, heb ik de indruk. En misschien intern wat bij GroenLinks. Maar ik begin even met D66 en de PvdA. Meneer Vroom, kunt u nog even uw standpunt verhelderen? Ja. Het Storkterrein in het Rembrandtkwartier is een terrein waar bijzonder veel partijen, waaronder de gemeente, bij betrokken zijn geweest. Het is dus ook een heel langdurig traject geweest om daar met al die grondeigenaren tot een oplossing te komen. In de afgelopen raadsperiode is de gemeenteraad onder aanvoering van de coalitiepartijen, maar eigenlijk raadsbreed, hebben wij grote stappen gezet op participeren van inwoners bij dit soort trajecten. En we hebben eigenlijk bij het Storkterrein daarin een inhaalslag gemaakt. Op uitdrukkelijke wens van de raad. En daar kwam een ander beeld uit als wat de oorspronkelijke grondeigenaren met elkaar hadden bedacht. En wat erbij kwam, en dat is eigenlijk het grootste punt, is dat er ineens mogelijkheden waren om de Godelindenschool weer samen te voegen tot 1 locatie. Met name wij als D66 onderwijspartij vonden dat van zeer groot belang. Nou is de ruimte is
er is maar zoveel ruimte. En dat betekent dus dat je andere doelstellingen dan ergens anders moet gaan zoeken. En zo is het gekomen. En wij zijn heel tevreden met het uiteindelijke resultaat. A, omdat het gedragen is door de mensen die daar wonen. We weten ook dat de plannen leiden tot een mooie uitbreiding van de wijk. En met name de school vinden wij heel erg belangrijk. En we hebben er gewoon groot vertrouwen in dat dat wat er nou niet is gelukt daar, dat we dat elders nog wel gaan realiseren. En dat wat niet gelukt is, dat is voor de heer Voskuil, als we het hebben over die sociale woningbouw, een heikel punt. Een zeer heikel punt, ja. Woningbouw staat bij de Partij van de Arbeid hoog in het vaandel. Dat vinden we heel belangrijk, want we willen dat mensen hier kunnen wonen. Ook als ze niet zeg maar, de gemiddelde huisprijzen naar de kunnen betalen. En geloof me, er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen. Denk aan jongeren, denk aan starters, mensen in het onderwijs. Die kunnen hier gewoon bijna niet aan een woning komen. Dan kan je zeggen, van, nou, ga maar de brug over, want daar kan je het nog wel betalen. Maar wij vinden dat je als Naarden ook een eigen verantwoordelijkheid daarin hebt. Bouwgrond is schaars en we hebben ooit in Naarden afgesproken dat we Naarden gaan ontwikkelen met een bepaalde verdeling tussen betaalbaar, middenduur en heel duur. En wat je de afgelopen periode ziet gebeuren is dat er alles is gebouwd in het heel duur en dat van de rest wordt gezegd van ja, dat komt nog wel een keer. Het vervelende is, we hebben al heel veel heel duur in Naarden en dat is niet wat we het hardste nodig hebben. Dat staat niet alleen in mijn programma, dat staat zelfs in het coalitieakkoord, dat staat zelfs bij alle partijen, staat ze ook in. Ze maken het alleen niet waar. Ja, stel nou, meneer Voskuil, dat u na de verkiezingen en na de onderhandelingen in het college zou komen. Zou u hier nog iets aan gaan veranderen? Nou, de mogelijkheid daartoe is mij gek genoeg door de rest van de raad geboden. Bij de vaststelling van het Sturklocatiebesluit is namelijk ook een motie aangenomen dat als het niet door zou gaan, het huidige voorstel, dat we dan teruggaan en sociale woningenbouw daar gaan bouwen. Ja, dat is voor mij natuurlijk bijna een cadeautje. Ja. Als dat betekent dat als het Sturkterrein de huidige vorm niet doorgaat, dat we dan wel die sociale woningen daar gaan krijgen, dan ben ik erg gemotiveerd om te zorgen dat het inderdaad niet doorgaat. Goed. En dat zou onbehoorlijk bestuur zijn. Ik weet niet, het onbehoorlijke zit denk ik in het feit dat u de woningzoekende in Naarden die een bepaalde categorie woningen nodig hebt, gewoon tekort doet. In plaats van vestigt u liever een school van 700 kinderen en een kinderopvang van nog een paar honderd en een middelbare school van nog een keer 700-800 leerlingen midden in een woonwijk. Tuurlijk is het mooi om je school op één plek te zetten, maar doe dat dan op een locatie waar je erbij kan komen, bijvoorbeeld Amersfoortse Straatweg. Mevrouw Van Meerten. Meneer Voskuil, u weet net zo goed als ik dat wij daar niet een middelbare school vestigen. Die middelbare school, we hebben het hier over gehad, die staat er en die is grondeigenaar. Ja. Sterker nog, de gemeente had maar een hele klein stukje grond daar. En wat we daar hebben kunnen ontwikkelen is dus fantastisch. En ik naast het. Wij hadden zeker een keuze en we hebben het goed gedaan. Na een vervelende start, omdat we een. We hebben te laat daar de inwoners geïnformeerd. En we zijn daar te laat begonnen met participatie. Maar dat hebben we goed teruggedraaid, mede dankzij de VVD. En dat wil ik daar hierbij benadrukken. Ik denk wel dat we daar een prachtig resultaat hebben neergezet. En als u zegt van ja, daar komen geen sociale woningbouw. Dat is niet met een opzet of wat dan ook. Dat terrein is gewoon te klein voor en. Dus dan moet je gewoon keuzes maken. En dus kies je ervoor om de sociale woningbouw eruit te gooien en liever een grote, lagere school midden in een woonwijk te vestigen? Nee meneer, ja, dat is meneer Voskuil, dat weet u heel goed. Dat is precies wat u doet. U zegt, de sociale woningbouw is geen plek voor, want we hebben liever dat we daar midden in een woonwijk een grote school gaan vestigen. We zien hier dus die grote school die kan naar de Amersfoortse Straatweg, daar is meneer plek, die is bereikbaar. We zien hier nou een typisch voorbeeld van de bestuurswijze van de PvdA, die denkt het beter te weten dan de inwoners daar zelf. Ja, weet u wat het is, meneer Vroom? Wij zitten hier voor het algemeen belang van Naarden. Het algemeen belang van Naarden, zoals u zelf opschrijft, heeft meer baat bij betaalbare woningen. En die gaan er nog steeds komen, want die bouwactie staat recht overeind. Waar? We hebben projecten lopen nog rond de Amersfoortse Straatweg. En ook bij de Borgronden zijn nog bouwplannen. Ja, bij de Borgronden wordt er vaak onderzoek gedaan naar wat er eventueel mogelijkheid is. En uw oplossing is dus dat u 200 betaalbare woningen wil gaan bouwen aan de A1. Mogelijk, eventueel over een aantal jaren. Met alle beschermende maatregelen die daarbij horen. Maar meneer Voskuil, gelukkig komt er een fusie. En met die fusie hebben we in ieder geval heel veel bouwgrond ook in Muiden, wat vrij dichtbij ligt. Dus daar komt u ook aan bod. Ja, maar dat ligt nog steeds niet in Naarden. Mensen. Nee, dat ligt niet in Naarden. Ja. Maar u kunt ook regionaal kijken. We wonen niet alleen in Naarden. Naarden is maar een klein gedeelte. Ja. En in de nieuwe fusiegemeente is er meer dan voldoende ruimte. Maar wat GroenLinks enorm moet aanspreken is dat wij er erg van houden dat mensen gewoon een beetje in de buurt kunnen wonen. Van waar ze werken, van waar ze naar school gaan, van waar ze hun leven hebben, van waar ze zijn opgegroeid. En dus bijvoorbeeld op de fiets kunnen stappen. Goed. Ik ga nog even naar mevrouw Sandersen van het CDA. Dank u wel. Ja, los van de discussie over de sociale
sociale woningen die wij eigenlijk met pijn in ons hart eruit het plan hebben zien gaan. Het geschuif met sociale woningen hebben wij als heel onwenselijk bestempeld. Los van het feit of je de Amersfoortse straatweg, waar nu een visie voor gemaakt wordt, of daar een goede plek geboden kan worden. Het voelt een beetje als op de lange baan schuiven. En dat voelt heel ongemakkelijk, omdat juist een sociale woningbouw in het plan, het NNN, juist een meerwaarde zou opleveren voor de wijk. Nog even één punt wat ik toch ook even wil benadrukken. We hebben het net gehad over de school. Fantastisch dat een school op één locatie kan komen. Hè. Dan heb je doorgaande leerlijnen, leerlingen die elkaar ontmoeten op het schoolplein. Maar een risico wat op dit moment nog niet goed afgedicht is, is de verkeersveiligheid van een school van een dergelijke omvang. De heer Voskuil noemde net al de getallen. Een grote school die doorgroeit tot misschien wel 800 leerlingen, met een deel kinderopvang daarbij. En als het regent, ouders die hun kinderen niet alleen maar met de bakfiets naar school brengen. Wij voorzien daar grote problemen, want dat kan echt wel tot verkeersinfarcten leiden. Op dit moment, wij hebben daar grote kanttekeningen bij geplaatst, omdat we het op dit moment echt gevaarlijk vinden om op die manier te redeneren. Dus dat is nog wel even een punt wat ik daarbij wilde aantekenen. Wil aanvullen. Ja. Goed, dan ga ik tot slot naar mevrouw De Vries Kempers. Want uw partij heeft het zwaar gehad op dit dossier in Zeker. De afgelopen maanden. Zeker. Met het vertrek, ik zei het net al, van een raadslid. Ik geef u even als laatste het woord. De opvatting van GroenLinks met betrekking tot het Storkterrein. Ja, het is heel fijn dat u mij die gelegenheid geeft. Binnen GroenLinks is op het scherpst van de snede intern gediscussieerd over dit dossier. Voor GroenLinks is het heel, heel erg essentieel dat er naar de woningen komen in de sector van de sociale huur. Die woningen zijn uiterst noodzakelijk voor een groep mensen die onze stad draaiende moet houden in de toekomst. En het feit dat gaande het traject duidelijk werd dat en niet kon. En dat de situatie ook zo was dat het vasthouden aan de sociale woningbouw op dit terrein ieder resultaat op het terrein sterk onder druk zette, heeft gemaakt dat, dat de discussie binnen GroenLinks heeft geresulteerd in het afstand nemen door Wim Verest van de plannen die er waren. Ik ben er nog steeds redelijk geëmotioneerd over dat is gebeurd. Dat merkt u ook aan mijn uitdrukkingen. Wim Verest is een fantastisch raadslid dat heel scherp verwoord heeft wat er voor Naarden van belang is. En het feit dat het niet gelukt is om deze voor GroenLinks belangrijke doelstelling te realiseren is uitermate pijnlijk. Tegelijkertijd wil ik ook zeggen dat de winst van het traject, en de heer Vroom wees er al op, dat we op dit traject voor wat betreft de participatie van bewoners veel stappen hebben gezet, ook heel veel hebben geleerd. Dat er ook een dynamiek op gang is gekomen die van grote waarde is voor Naarden en die ook binnen het traject van de Amersfoortse Straatweg van groot belang is. En dat ook, en dat hebt u ook gezien aan de standpuntbepaling van de fractievoorzitter van GroenLinks, het belang van de school heel hoog geacht wordt. Dus het is een kwestie van tussen kwaliteiten moeten kiezen met heel veel pijn in het hart. En het is echt uitermate spijtig dat we daardoor Wim hebben moeten verliezen. Goed, dank voor uw toelichting. Ik wil graag u alle vijf hartelijk bedanken voor uw deelname aan dit debat. Ik ga nog even kijken of er nog een dringende vraag is uit de zaal. We zijn net begonnen. Dat is heel mooi. Goed, dan nogmaals wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan dit debat. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van het lijsttrekkersdebat voor de gemeente Naarden. APPLAUS.